mooie hiervan vind ik dat als ik nou bijvoorbeeld naar zo'n beeld kijk, dat het beeld ons wel iets te vertellen heeft. Het beeld vertelt mij onder andere zo van, wij zullen straks, als wij deze ruimte verlaten, zullen we toch een heleboel negativiteit voor onszelf achter ons kunnen laten. En dan wordt er toch op de een of andere manier een bepaalde verlichting aan ons gegeven. In de eerste paar dagen, na deze dag, zullen we die verlichting gaan voelen. En hij zegt ook, we zullen ook een heleboel negatieve bagage in feite van onze schouders af kunnen laten glijden. Wat heel belangrijk is, en ik moet even naar het beeld blijven kijken, is dat we wel leren onszelf te blijven. En dat we onszelf niet voorbij gaan lopen om bepaalde dingen na te streven die eigenlijk op dit moment niet van belang zijn. Hij zegt, het belangrijkste wat wij mensen moeten leren is te leven in het hier en in het nu. Dus in feite niet verder kijken dan de dag, dan vandaag. Hij wenst ons wel heel veel sterkte verder en hij vindt het een hele vereering dat we geweest zijn. En hij zegt, hij hoopt toch dat we nog een keer terugkomen. U bent Sjerab. Ja. En wij zitten hier in de stoepa. En de eerste vraag die ik u heel graag wil stellen is de volgende van... Hoe is dit in feite allemaal zo ontstaan? Wie is de grondlegger hiervan, van de stoepa? Dat is Lama Gawang Rinpoche. Maar dit is de tempel. De stoepa is het andere gebouw. Dus er zit verschil tussen ja. de stoepa en waar we dus op dit moment zitten? Ja, waar we nu zitten, dat is de tempel. En dat is het belangrijkste. Of? Ik zou het niet weten. Dat weet u niet. Oké. Okay. Ja. En hoe lang staat dat hier al, de stoepa? Ik denk dat de stoepa het belangrijkste is. En vroeger woonden de hippies op de boerderij. Oké. Okay. En die hadden belangstelling voor het boeddhisme. En toen in 1977 zijn heiligheid het Jawakarmapa in Nederland was, toen hebben ze hem uitgenodigd. En hij is hier toen ook geweest. En hij vond het hier een prachtig afgelegen stuk land, ideaal voor meditatie. En de hippies hebben hem dit stuk land en de boerderij aangeboden. En de Jawakarmapa die heeft het gezegend. En die heeft toen Lama Gawang Rinpoche gevraagd hier een meditatiecentrum te bouwen. En dit gedeelte hier, dat is het meditatiecentrum. En in die tijd hadden we in Rusland het communisme en de Koude Oorlog en de wapenwetloop. En op een gegeven moment liep die spanning zo hoog op dat de Amerikanen zeiden van waarschijnlijk komt er over een jaar of drie een kernoorlog. Oké. En toen werd in Europa begonnen met de voorbereidingen. En toen Lama Gawang Rinpoche dat hoorde, toen zei hij, ik moet een stoepa bouwen om de oorlog te stoppen. En is dat gelukt? De stoepa staat er. Ja, dat is waar. De oorlog is niet gekomen. En zou ik mogen vragen van hoe oud is Lama Kebab?
Lama Gawang Rinpoche. Ja. Die is 85. En is hij op dit moment hier ook aanwezig, of niet? Hij is op dit moment aanwezig. Oké. Hij woont hier. Oké, dus toch, ja. Dat hadden we in feite al zo een beetje begrepen, maar we hadden hem nog niet gezien hier. Dus zodoende. Lama Gawang Rinpoche, die is toen hij naar India is gevlucht, is hij naar Tsokema gegaan. Het heilig meer van Guru Rinpoche. Daar heeft hij 8 jaar in een grot zitten mediteren, totdat zijn heiligheid het Jawa Karmapa en Kalu Rinpoche hem gezegd hebben van, en nu is het goed geweest, nu wordt het tijd dat wat je gerealiseerd hebt, dat je dat naar het westen gaat brengen, dat je daar les gaat geven. Er zijn in Nederland zijn mensen die hebben gevraagd om een leraar. En dat word jij. En zodoende dat Lama naar Nederland is gekomen. Dat heeft het Jawa Karmapa hem verteld. En wat gelooft u? Bijvoorbeeld als u bijvoorbeeld komt te overlijden, waar gelooft u dan in? Dat kan ik pas zeggen op het moment dat ik overlijd. Maar het boeddhisme gaat niet om geloven. Het boeddhisme is gebaseerd op ervaring. En vanaf de Boeddha tot op heden is er een ononderbroken lijn van overdracht, waar de ervaring steeds wordt doorgegeven. Want als je je hart opent met onvoorwaardelijke liefde en mededogen en wijsheid en inzicht zich ontplooit en de kwaliteiten van de geest zich gaan ontplooien, dat is een ervaring. Dat is niet iets wat je gelooft, dat is zo. Dus alles wat u in feite nu leert, dat kunt u straks gebruiken als u overgaat naar de andere wereld? Het is de bedoeling, nee. Dat is een... Je gaat niet over naar een andere wereld. Hoe ziet u dat dan? Dat weet ik nog niet. Maar je raakt je lichaam kwijt als je doodgaat. Maar je geest, dat gaat gewoon verder. En wat er dan precies verandert, dat weet ik niet. Ik heb niet de herinnering aan de vorige keren dat ik gestorven ben. Dus dat weet ik niet. We zijn hier eerder geweest en toen was u daarvoor bezig met die gebedsdingen. Die gingen u laten draaien. Zou u mij eens kunnen uitleggen waarom dat in feite zo belangrijk is? Dat is om de stupa. In de stupa zijn twee Boeddha-relieken. Er zijn een heleboel relieken van yogis en heel bijzondere leraren. Het is gewoon een heel heilige plek. Het symboliseert de verlichte geest van de Boeddha. En door daar omheen te lopen en gebeden voor het geluk en het welzijn van alle levende wezens te doen, kom je eigenlijk ook steeds, elke keer als je dat doet, iets dichterbij de ware aard van je geest. Afgezien van het feit dat het natuurlijk een heleboel zegen verspreidt. En denkt u nou dat er straks ook een periode komt dat u zelf ook een lama bent, dat u dus geen leerling meer bent, maar dat u zelf het niveau hebt bereikt dat u in feite ook andere mensen op weg kan helpen? Als ik Boeddha ben, dan ben ik geen leerling meer. En denkt u dat u dat in dit leven nog in dit leven krijgt? Nee, dat denk ik niet. En waarvoor dacht u van niet? Nee. Daarvoor moet je een heleboel realiseren. Dan moet je elke interesse voor jezelf, voor deze wereld, alle irritatie, woede, begeerte, hebzucht, jaloezie, arrogantie moet je overwinnen. Alle onwetendheid moet verdwijnen. En je hart moet zich echt helemaal openen met onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor alle wezens. En voordat, het is als een bloem die open gaat. En bij mij is hij nog niet open. En eerst moet hij open zijn en op het moment dat hij werkelijk open is en niet meer sluit, wat er ook gebeurt, dan gaat hij alleen nog maar verder. Maar dat is niet een proces wat heel snel gaat. Een bloem die zich opent, die doet niet... Dat,
dat gaat rustig, dat gaat langzaam. Dat gaat niet zo pijlsnel. Er zijn bijvoorbeeld in u nog bepaalde blokkades, dus daar moet u in feite nog aan werken. Ja. En wat voor blokkades hebt u nu nog? Na zoveel jaar. Onder andere onwetendheid. Ik heb nog woede, ik heb nog begeerte. Als ik naar u kijk, dan moet ik af en toe moeite doen om niet naar uw décolleté te kijken, maar naar uw ogen te kijken. En dat zijn gewoon dingen die... Menselijk. Ja. Maar als je de ware aard van de geest wilt realiseren, dan moet je voorbij de begeerte van mensen. Zolang ik nog begeerte heb, is dat een blokkade. Als ik hebzucht heb, is dat een blokkade. Als ik jaloezie heb, arrogantie of woede, dat zijn blokkades. En die komen voort uit onwetendheid. En tegelijkertijd zijn die vijf negatieve emoties, die vertroebelen de geest. En door die te overwinnen en de baas te zijn, verdwijnt langzaam die onwetendheid. De geest wordt helder. En als de geest helder wordt, dan wordt het duidelijk. En dan gaat het hart, dan gaat de geest gaat open. En dan zijn er toch ook niet veel leerlingen die uiteindelijk Boeddha kunnen worden, die uiteindelijk dat niveau kunnen bereiken. Elk levend wezen zal op een gegeven moment het niveau van Boeddha bereiken. Boeddha betekent gezuiverd en tot ontplooiing gebracht. Gezuiverd van irritatie en woede, van begeerte en hebzucht, van jaloezie, van arrogantie en van onwetendheid. En dan opent het hart, de geest zich met onvoorwaardelijke liefde, ontplooit zich alle liefde en en ontplooien zich ook alle kwaliteiten van de geest. En als dat proces helemaal compleet is, dan krijg je de titel Boeddha. En dat zal elk levend wezen, die zal op een gegeven moment dat niveau realiseren. Omdat dat is wat elk wezen werkelijk is. Binnenkomt, dan ervaar je een enorme rust. En je voelt ook dat de stoepa iets met je doet. Op het moment dat je de stoepa binnengaat, merk je dat bepaalde energieën in feite bezig zijn om toch je te healen. Want in feite is dat wat de stoepa doet. De stoepa hield je. Het fijne ervan is dat je dat ook voelt. Je voelt je rustiger geworden. Je voelt inderdaad dat er bepaalde energieën met je bezig zijn. En daarom zou ik zeggen van jongens, ik weet niet helemaal hoe jullie hier tegenaan kijken, maar ga eens een kijkje nemen, want het is een hele ervaring en je zal zien, daar krijg je absoluut geen spijt van. Het is een hele ervaring.